Bubbly. Nou jongens, hey, goedenavond. Goedenavond. Wat een tranen. Vertel, wat is er aan de hand? Dan gaan er twee weg. Gaan er twee konijntjes weg? Ja schat, dat wisten we natuurlijk al een beetje. Dat hadden we natuurlijk zien aankomen. Ze komen natuurlijk. Er komt iemand, een meisje komt twee konijntjes halen. Ja, dat is natuurlijk wel heel lief. En voor haar heel leuk. En voor jou minder. Maar ja, we wisten natuurlijk, want deze week is het de week dat de kleine babykonijntjes allemaal weggaan. Ze zijn nu 6,5 week. En er komt donderdag komt een meisje, komt de twee halen. Nu komt een meisje de twee halen. En misschien morgen gaat het ook nog. Wat doe jij? Dus ja, we gaan eventjes nu de konijntjes wegdoen. En nu komt er iemand zo aan. Die wil graag twee meisjes hebben. Dus ja, moeten we even uitzoeken wat een meisje is. Deze. Is dat een meisje? Nee, ik wil deze niet weg. Die wil je zaterdag. Oh, die wil je zaterdag. Oké, ja. Nou, of donderdag. Ja. Want ik wil wel dat die goed iemand krijgt. Ja. Maar het langst wil ik deze. Oké, ja, dat kan schat. Nou. Wacht. En is dat een meisje? Oké, ja. Ik kan niet wachten. Ah. Gaat straks in slaap vallen. Gaat ze zo in slaap vallen? Vindt ze dat lekker? Hé, hey, vind je dat lekker? Gezondheid. Ja, ze deed het niet zo. Nou ja, dat is allemaal... En hoe is die boven ook gewoon goed? Ja, er zit een hele mooie ram. Oh ja, oké. Hier zo. Oh, een hele grote kop heeft hij, hè? Ja, heel mooi. Ook bij de... En dan heb ik heel mooi in de haren zit hij. Ja, ook bij de oren heeft hij echt heel veel pluk haar. Ja. Dat is echt een hele mooie ram. Ja, nou ja, goed, dan wist je natuurlijk dat dit ging gebeuren. Dat was ook een beetje afgesproken natuurlijk. En dus elke keer is het weer even traantjes. En dat zal waarschijnlijk zaterdag ook nog zijn. Als we nog wat konijntjes overhouden namelijk. En die worden niet opgehaald door kinderen of ouders en dergelijke. Dan gaan we naar Bert. Ja. En Bert is de man, fokker. De fokker, hè, waar dus eigenlijk. Zo noemen wij hem. Hè. Hij komt van Sofie en Sofia zijn daar gedekt. Ja. Dus daar geboren. En hoe daar geboren. En Bert gaat dan de overgebleven konijntjes gaat hij dan weer meenemen. Ja, deze, die papa die komt ook bij Bert vandaan. De papa van deze jonkies komt ook van Bert vandaan. En vorig jaar hadden we dezelfde papa. Ja. Dus dat gaat echt helemaal. Een hele mooie ram. Dus het komt allemaal wel goed, maar het is altijd eventjes afscheid nemen is nooit zo leuk. Nee? Maar goed, zometeen komt dat kindje eraan en dan willen ze denk ik twee meisjes. Weet je nog een beetje waar de meisjes zitten dan? Ja, Pieter. Oh ja, Pieter, ja. En volgens mij is die ook een meisje. Oké, ja. Ik kom even kijken. Deze, die toen ik in mijn onesie zat, toen was ik hem aan het tanden poetsen en toen zat ik zo. Mm-hmm. En toen kroop ze zo helemaal pijn en zo. Oké, ja. Die was lekker aandacht. Ik ga even denken, want die gaat nooit zo snel weglopen, want die wil altijd heel graag bij mensen zijn. Want toen ze klein was, is ze ook in mijn hand en nog een keer. Ja, nou, het is wel helemaal, ja. Ik voel een krabbel, dat was deze altijd. Oh. De poepie. Even wachten. Doe eens even rustig, man. Ja, even rustig zo kijken. Rustig. Ja. Toch. Rustig. Niks aan het handje, goed zo. Even kijken, ik kan niet zo goed zien. Dit is een mannetje. Dat is een mannetje, ja. Ja, maar dat zie je ook wel een beetje fluisteren. Ja. En dit is een vrouwtje en daar zie je echt... Heel ander koppie, hè? Ja, heel weinig haar. Minder haar allemaal. Even kijken of ik misschien... Dit is ook een meisje. Oké, wel een meisje. Ja, dat is Piet. Ja, we noemen hem Pieter, maar dat is natuurlijk geen Pieter, hè? Nee, maar dat maakt niet uit. En deze lijken echt op elkaar. Het is net een tweeling. Ja. Ik vind je altijd zo leuk. Kijk, deze lijkt echt op elkaar. Kijk. Ze hebben hier allebei strepen. Ja, ze kunnen er nog een paar. Ze hebben ook allebei twee oren en vier poten. Ja. Ja, maar de rest heeft niet strepen zo. Dat heeft de rest niet. Oké. Behalve die een beetje. Een klein beetje. Nou, mama, we gaan jongens. Deze vind ik ook heel leuk, want kijk dat staartje. Ja, hier heeft ook een streep hier. Ook een streep. Nou, kut. Nee, dit staartje is gewoon helemaal zwart. Daar zit een mooie man. Pas op. Is ook een mooie man? Ja, daar. Volgens mij is dat ook een ram. Ja, dat denk ik ook.
Was het leuk aan de camera snuffelen? Ja. Nou goed, even voor nu duidelijk. Ja, het is, we wisten dat er aan zou komen. En dat is natuurlijk elke keer even tranen. Want eerst denk je er niet over na. En als het dan gebeurd is, dan is het... Ja, dat weet ik. Het zit heel rot. Ja, maar ja goed, je kan ze moeilijk alle 14 houden. Ja, dat wordt wel moeilijk. Dat wordt lastig natuurlijk. Dat wordt echt heel veel. Dan gaat hij wel elke week één zak voer doorheen. Ja, want dat eet onderhand helemaal kaal, joh. Niet normaal. Ja, we hebben nu 2 bakjes. En ik geef ze in de ochtend. Als ik thuis ben, misschien soms in de middag. In de avond is dat weg. Maar als ik dan nog naar bed ga, geef ik het gewoon nog even voor de nacht als ze willen eten. Ja, ze eten. En in die ochtend trekken ze bijna de hele kooi kapot omdat ze trek hebben. Allemaal honger hebben, ja, dat klopt. Nou goed, we wachten eventjes de deur af. Ja. En dan kun je naar boven even kijken wat je leuk afscheid neemt. Ja, dat vind ik echt een mooie Randy. Ja, dat is een mooie man, hè? Een hele mooie zwarte... Hoi, vliegje, wat je ook bent. Ja. Nou, leuk. Kijk, heel warm. Ja, natuurlijk. We hebben lekker door. Ik moet nog wat opsporen. Nee hoor, helemaal niet. Nee, een kat. Ik voel dat de kat straks weer van hier buiten. Nee, ja, vijf hier. Ik ga boven wel kijken, maar... Zijn we bij de kamer met de... Ja, even kijken. Nou, even kijken terug, want die hoef je dus niet te laten zien. Dan kun je de rest laten zien. Kijk, dan hebben we ze over, allemaal. Potjes open. Hoppatee. Ja, maar even bijna rustig over. Ik heb vanaf hier goed zien. Doe maar de kleine meisjes even hierin. Kijk eens eventjes alle... Hey, wijfie. Kom hier maar eens kijken wat je het leuk vindt. Ja, de buren hebben ook konijnen, dus ze zijn er altijd niet schat. Van, ik wil een konijntje. Kom maar, zet je ook maar even neer. Ik wil lekker bij de konijntjes gekloeren. Kijk. Schat, wat ga je er zelfs? Ja, het zijn 2 nesten. Ja, het zijn 2 nesten. Oké. Okay. We hebben 2 mama's. Ja, boven zit de mama en onder zit de mama. Oké. Aangezien we tijd hadden vanwege de corona. Ja, nu is het moment. Ja, 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 ja. Ja. Dus er zijn eigenlijk. Dit zijn van de ene en dat zijn van de ander. Ja. Ze hebben allemaal even oud. Hebben ze een stip in de oor? Ze zijn binnen een uur geboren. Hebben ze een stippen nog? Nee, ze zijn overvraagd. Die oranje stippen. Ja, dat is dit testje. Heb deze nog oranje stippen? Ja, dat is al een beetje vervaagd, denk ik. Die zie je ook niet meer. Ja, ja. Wat vind je leuk? Vind je eentje met bruine vlekjes of zwarte vlekjes? Of juist een met wit op zijn neus? Wat vind je mooi? Een mannetje of een vrouwtje? Meisje of voedsters. Een voedster. Een meisje dus. De buren hebben namelijk ook voedster. Oh, die hadden eerst een mannetje en daar is een paar keer door gebeten. Ze hebben gelijk gezegd, ik wil nooit meer een mannetje. Ja. Nee. Nou, misschien moet je dan de mannetjes eruit halen, wordt de keuze even. Ja. Makkelijker, ja. Dan moeten we even zoeken. Even kijken. En hoe je dat kan zien, is je tilt een beetje op en dan... Tenminste. Ja, als het lukt. Ja, als het lukt, ja. En dan... Dit is een meisje, dacht ik. Klopt dat? Dit is een meisje? Ja, dat is een meisje. De meeste ken je wel, hè? Ja. Dit is een meisje. En dan doe je gewoon zo. Die heb geen zin. Nee. Dit is denk ik een jongetje, klopt dat? Serieus. Dan moet je ook niet op zijn poppetje drukken. Lieve schat, klopt dit in zijn hoortje? Ja, die kop. Ja, ja, die kop te zien. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Weer poep. Oké. Zet maar even neer. Ja, die doe ik zo meteen wel. Zet deze even terug, dit is een jongetje. Oké, dit is een jongetje. Die weet ik echt niet wat die doet. Dat is een rollenaar. Dat is een meisje. Check, check, dubbeltje. Dat is een meisje. Ja, meisje. Ja. Dus die kan ze. Smashen. Als je die wil. En dan kan ze naar boven. Welke weet je? Die is volgens mij een jongen. Oké. Okay. Of een meisje. Ik weet niet. Ja. Ja. Precies weer, maar ik dacht. Dat is een transseksueel, weet je. Tegenwoordig kan alles. Dit is een jongen. Komt als een zwart kurk. Ja. Wil je nog of niet? Of is dit precies de enige gemeene? Nee. Ik weet het ook niet, man. Misschien weet jij het? Dat is een jongetje, denk ik. Misschien heb jij een jongetje of meisje. Zo. Dat is ook al. Verder is het twee. Van deze 2 meiden, dat klopt, hè? Ja, dit is een meisje. Dit zijn de 2 meisjes. Denk je dat dit een meisje is? Dit is een meisje. Ja, dat is een meisje. Ja, dit is een meisje. Okay. Ja, daar hebben we bovenin zitten. Daar bovenin een meisje zitten. Ik onthoud dat dat van die is. Ja, ja. Dan moet je die lijntje nog loslopen.
Ja, dat is een goed idee. Heel erg goed. Sorry. Laat mij even lopen. 1, 2. Kom maar eens. Alsjeblieft. Mag je even Ayush dat weer? Even kijken. Kom jij maar bij mij. Mijn kind moet gewoon even zo. Tuurlijk, jij hebt geen zin. Ja, dat is makkelijker. Meisje. Zoeken. Dit is een meisje. Ja, maar vast bedoel je. Dit is ook een meisje. Meisje. Okay, een meisje. Nee, meisje. Dit is een meisje. Check even voor de zeker streken. Ja, die check ik. Dit is een ram. Ik ga even makkelijk. Dat weet ik zeker. Nou, lekker gepoept, hè, schat. Ja, dat is een meisje. Hoppakee, weer een meisje. Want dit is een nieuwe. Dat zijn dat allemaal meisjes, bijna. Nee. Nou, er zit dit, deze zwarte. Nou, ze zit er trillen, schat. Dit is een ram. Deze, ja, dat is een man. Dit is een man. En die andere zal een man zijn. Nou, ik denk dat ook een. Deze is. Volgens mij is het een meisje. Volgens mij wel, ja. Een meisje. Ja, dat zijn jongetjes. Die grote was sowieso een hè? Dat was vorige week al heel duidelijk. Ja, die deed al wat oefeningen. Ja, die deed al wat oefeningen. Nee, ik wist het niet helemaal goed. Dus dat betekent dat we in ieder geval waarvan we denken, die en deze drie meisjes zijn. En jij wilde een voedster, dus ja. Het is een meisje. Het is wel leuk als je daar twee nesten houdt. Ik hoor dat je twee meisjes wil. Ja. Oh, gezellig. Wil jij of niet? Ja, zeker. Deze man. Die alvast. Nee, mag die daarmee. En ja, wat voor kopje is dat? Dan worteltjes meegenomen voor je. Oh, lekker. Die kwam van die nest. Ja, die kwam van beneden. Dan moet je er nog eentje uitkiezen daar. Dan hebben we er een met een zwarte neus halverwege en een halverwege zwarte streep. Dan hebben we eentje met een zwarte neus en twee. Bruine oortjes. Wat hebben we hier dan? Wat zit erachter? Deze heeft een zwart staartje. Wat heeft deze? Ook een zwart staartje. Deze is veel lichter. Het is maar net wat jij leuk vindt. Spannend, hè? Ja. Ja, of je moet gewoon kijken in de knuffeltest. Welke knuffelt het lekkerst? Ben jij het lekkerst of niet? Ja. Mam, doe dit er dan bij. Moet hij hierin? Of, ik denk dat mama het ook nog wel gezellig vindt, even knuffelen. Ja, maar. Doe je? Leuk, hè, zijn ze. Die. Als die heel klein is. Kleinste van. Kleintje wordt ook groot. Ja, kleintje wordt ook groot. Ja, ze is allemaal groot. Ja. Voor het weten zijn ze groot. Ja. Ik vind deze wel heel erg leuk. Ja. En jouw keus? Ja. Want deze ook. Ja, en die? Ja? Ja? Ja, is het geregeld? Ja, leuk. Wil je nog even afscheid nemen van je clubpies? Ja. Dat is deze aan de kant. Zo goed dat je geen kittens neemt. Ja. Nou, die hebben we ook al eens gehad, hoor. Geef een afscheidsfoto samen. Ja. Dat is misschien wel leuk. Nou, leuk meiden. Kleine schatjes. Top. Nou, leuk. Noem je graag hoor, ze zit op Facebook. Dan kun je er wat heugd houden. Oh, ja. Kijk eens, ze hebben een heel nestje voor jullie gemaakt. Kijk. Het is bijna even groot. Ja. Kom maar. Oh, nou die zullen het wel gezellig hebben hoor, samen. Nee. Ik vind het nog een beetje spannend. Nee. En die andere weken de wasmand vind ik ook leuk. Ja. Jullie mogen ook zo'n schuggen meisjes. Ja. Huh? Nou jongens, dat jullie maar heel groot en sterk mogen worden. En waar is de papa dan? Die papa hebben wij niet. Nee, we hebben papa niet. Ja. En we blijven hier nog even gezellig. Ja, gewoon even voor de overgang. Die twee willen. Moet je nou wel een stukje je naam noemen, hè? Hoppatee. Weet je oma, Marianne? Nee. Oh. Nou, dat komt vanzelf wel, joh. Zo. Hoppatee. Onder welke naam sta je dan? Onder TikTok? Terug. De mama lief was haar, schat. Ja. Die waren van boven? Ja. Ja, mama lief. Hij doet zo meteen maar voor je. Oh, zo meteen. Laat mij even zitten. En wij zijn zo bij jou terug. Jullie lopen er ergens heen. Nee.
Ja. Nu kom je naar de volgende. Nou, heel veel succes. Had je dat gedacht toen je vanmorgen wakker werd? Ja. Dat je vanavond twee konijnen zou hebben? Nee. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Leuke kleine. Nou, heel veel plezier ermee. Ja, dankjewel. Ja, dat je gevonden op TikTok, maar mij eens een keer een fotootje sturen. Nou, dat is wel. Hè? Dat zou je wel leuk vinden, hè? Heel veel plezier erbij. Geniet ervan. Oké. Doei. Hey, goed gedaan. Oh, wijfie, het is ook wat, hè. Elke keer is weer even tranen. Nou, goed gedaan, schat. Maar, ik denk wel dat ze het heel leuk gaan krijgen. Ja, ik denk het wel zeker. Nou, dan gaan we de andere even boven bij de andere weer zetten. Ja, ja? Die zitten nu alleen in de wasbak. Nou, was kom, gaan we samen even kijken. Loop maar naar boven. Nee, voor nou, hè, dan weten we welke meisje was. Ja, die hoort, hoort hier weer allebei? Ja, ja, het hoort hierbij. Nou, prima. Goed, nou even, dat was de eerste jonkjes die deze week weggaan. Voor nu, ik ga eventjes zo omhoog een cameraatje. Dat was eventjes een triestig vlog. Hoort erbij. Voor nu. Kopertje genoeg, ja. Nou, geen momenten. Ja, daar is geen genieten van. Maar goed, wijfie, top gedaan. Het komt, komt. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!